2024 wordt een druk jaar voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Brontë-Sommerhardje zegt dat de onderhandelingen met de vakbonden door zullen gaan en dat de voorbereidingen van de verkiezingen in 2025 naar een ander niveau worden getild. Het ministerie heeft voor 2024 de lat hoog gelegd voor zichzelf. Wij zijn het ministerie die organiseert de verkiezingen. Wij zijn het ministerie die met de vakbonden dealt. Wij zijn het ministerie waar CBB onder valt, waar religieuze aangelegenheden onder valt, waar pensioen onder valt. En wij hebben de lat erg hoog voor onszelf gelegd. Wij willen een goed draaiende ministerie zijn, omdat we ook het moederministerie zijn. De bewindsman haalde verder aan dat in 2024 er ook gekeken zal worden naar de verdere decentralisatie van de diensten die het Centraal Bureau voor Burgerzaken levert. Als het aan mij ligt, komen er overal kantoortjes waar onze ambtenaren terecht kunnen, waar het volk terecht kunt, zoals bij de CBB. We hebben 44 kantoren of 45, dat wil ik ook voor onze ambtenaren hebben. En wat CBB betreft wil ik ervoor zorgen dat in 2024 we alle kantoren hebben bezorgd, ook in de verre gebieden. Dus het wordt een leuk jaar, mits we gezond blijven. En dat is wat ik voor u bid, voor mij bid, voor iedereen bid. Eerst gezondheid en dan de rest. Minister Sommerhardje roept de gemeenschap op om in het nieuwe jaar verdraagzamer te zijn tegenover elkaar.